Oh, heel goed. Zo, Meryl, waarom ben jij hier? Om een rookbom af te steken. Waarom? Omdat ons kabinet hele stomme plannen heeft. Wat voor stomme plannen? Hele domme plannen om ons dusdanig op kunst en cultuur te bezuinigen. Wow. Oké. Dat het voor niemand meer toegankelijk is. Je kunt beginnen. Dit is geen vuurwerk, dit zijn noodsignalen. Dit zijn noodsignalen die je mag afsteken als je in nood bent om je leven te redden. Niet dat we doodgaan, maar het is wel bijzonder slecht gesteld met kunst en cultuur als de plannen van Halbe Zijlstra doorgaan. Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurt met al deze plannen. Ik denk dat het kabinet gewoon heel veel stuk maakt en dat het eigenlijk alleen maar korte termijn denken is. En op de lange termijn denk ik dat het gewoon heel veel kapot gemaakt is. Ons bombarderen. Dit is een noodsignaal omdat onze regering gaat alle subsidies en funds voor helden en inbraak stoppen. Dus we hebben deze noodsignaal. Ja, ik vind het erg eigenlijk. Zoveel arme mensen in deze land nu. Ja, precies. Ja, we hebben wel armoede mensen hier. Ja. Ja, dank je. Door de crisis, door alles. Doe mee. Dank je wel. Overal, op elk nieuws, soort nieuwsuitzending. Ja. En op België. En hier hoor je dat ook, dus zie ik ook vaak op het nieuws. Wat zie je? Over Nederland. Wat zeggen ze? Nou ja, wat er dus gebeurt. Hè, gisteren dat Wilders is vrijgesproken, allemaal dat soort dingen. Ja. Jammer, hè? Zo jammer! Ja.